iedereen. Het is vandaag woensdag 20 december. Welkom bij weer een nieuwe vlogmas. Het is nu 12:30 en ik begin de vlog nu pas, want ik heb uitgeslapen. Dan ben ik rustig in de douche geweest. Ik heb mijn haar gewassen, dus dat is niet vettig. Het is gewoon een dutje even, omdat dat makkelijker was. En ik heb vandaag wel een redelijk drukke planning. Ik ga zelfs na het eten die rommel hier aan opruimen en even mijn kamer in orde maken. Dan ga ik daarna naar de gemeente, want ik moet een nieuwe pas aanvragen. En dan ga ik daarna met Marie en de Jules iets drinken. Dan deze avond moet ik nog gaan trainen. En dan ga ik daarna niks meer doen. En ik moet nog de vlog van gisteren bewerken, want ja, veel was er niet aan te bewerken en te uploaden. Dus dat moet ik vandaag allemaal doen. En ik ga nu eerst nog even met mijn broer spelen, want die had dat gevraagd. Het is woensdag, die heeft een halve dag school vandaag, dus die is al thuis. Ik ga dus nu naar beneden, dan zullen we eens eten. En dan zie ik jullie in de rest van de dag. Het is 2:30 en ik ga naar de gemeente vertrekken. Mijn kamer is nog niet opgeruimd. Maar ik kan echt niet zo opruimen. Ik ben echt een trage opruimer. En dan vind ik weer van alles. En dan, ja. Nee, ik kan gewoon niet zo goed opruimen. Maar ik ga nu naar de gemeente. En dan ga ik met Marie dus wel iets doen. Dus ik zie jullie waarschijnlijk als ik mij kom omkleden om naar het dansen te gaan. Ja. Hallo, het is 9:30 s'avonds. En ik vlog nu pas terug omdat ik daar straks nogal redelijk laat terug was van iets gaan drinken. En ik moest heel snel voor doen, want ik moest snel mijn kleren omkleden om te gaan dansen. Maar dus, ik ben deze namiddag naar de gemeente gefietst. En dan heb ik een nieuwe pas aangevraagd. En dan heb ik dus met Marie en Jules nog iets gaan drinken. En ze hadden voor mijn verjaardag nog een cadeautje gekocht. En dat wil ik heel graag aan jullie laten zien, want ik ben er echt super blij mee. Dus ik ga het even laten zien. Ik had dit zakje. En daar zat dan om te beginnen dit in. Nu, dit is een doos van Rituals. Echt een super toffe roze doos. En als je die dan open deed, of doet, met één hand is dat nogal tamelijk moeilijk. Dan zit er gewoon freaking dit in. En dit is een, ik heb ze net ook trouwens al gebruikt in de douche. En ze waren echt super, super goed. Mijn huid is nu echt een babyvelke. Dus, ik heb ze alle vier gebruikt. Als eerste deze heb ik gebruikt. Ik weet niet of ik het in de juiste volgorde heb gedaan, maar ja, het voelde wel aan alsof de juiste volgorde voor mij persoonlijk dan. Als eerste deze foaming. Ja, hallo, focus even, dank u. Foaming. Ja, foaming shower gel in de geur. Wat staat erop? Organic rice milk en cherry blossom. Allee, waarom focust dat dan niet? Oké, ja, die. En dan heb ik deze. Daarna heb ik deze scrub gebruikt. Dit is gewoon allemaal van dezelfde lijn. Dus ja, dat wil zeggen allemaal. Oh, ik word echt gek van je focus. Alsjeblieft, focus nu hierop. Oké, ik hoop dat jullie dit een beetje kunnen zien. Dan is het deze softening rice scrub. En die heb ik dan gebruikt als ja, een scrub. Dan daarna heb ik deze olie gebruikt. Dit is een Karen Shower Oil. Dus je moet die wel gebruiken onder de douche. Je moet die dan op je huid aanbrengen en daarna afspoelen. En dan als ik uit de douche kwam, heb ik deze body crème nog gebruikt. Dit is Magic Touch Body Cream. En het is allemaal in dezelfde geur of ja, smaak nu niet, maar in dezelfde lijn, namelijk Organic Rice Milk en Cherry Blossom. Dus ik ben daar echt super blij mee. Dus dat is dit. En dan zat er ook nog in dit zakje voedsel. Ze willen mij eigenlijk echt vet mesten. Allemaal Smarties. Mentossen. Avolonté. Van die... dat is ook schone voet daar in beeld. Haribo. Van die bolletjes. Maar daar heb ik al van gegeten. En dan nog tic-tacjes. En dit is nog een boekje van Rituals zelf. En mijn kaken zien echt super rood. Maar dat komt omdat ik, ik weet niet of dat mocht, maar ik heb dat geprobeerd. Ik heb die scrub ook op mijn gezicht gebruikt. Waarschijnlijk mocht dat niet eens. Want er is, ja, waarschijnlijk mag dat niet eens. Maar ik dacht, probeer ik eens. En ik heb ook met super heet water gedoucht.
Dus daarom zie mijn kop helemaal rood. Maar ja, dat is nu niet zo erg. Ik zie gewoon rood nu. En ik ga nu nog serie kijken. Nu, ik zag gisteren in een comment dat ik alleen de vraag welke serie ik kijk. Ik ben een nieuwe serie begonnen, namelijk How I Met Your Mother. How I Met Your Mother. Hoe Engels je het ook kunt maken. Dus How I Met Your Mother. Ja, vergeet die Engelse uitspraak. En dat gaat dus over een man die vertelt hoe dat, allee, aan zijn kinderen hoe dat hij zijn vrouw heeft ontmoet. En dat duurt 9 seizoenen en ik zit nog maar in seizoen 1 hoor. En ja, het is een goede serie. Dus ik ga dat er daarna doen. En ik spreek jullie zelfs nog wel. Of ja. Yeah. Ja. Yeah.